mensen, vele gloeten mannekers, vele gloeten. Jongens, het is bijna zover. Over 5 minuten dan zal weer het vele gloeten vuur branden in Gloetendonk. En ja, wanneer het vele gloeten vuur brandt, dan slaat de vreugdegloed weer in elke vele gloed. Juist. Voordat we hem gaan aansteken, ik wil toch wel even weer iedereen bedanken die zich weer keihard heeft ingezet voor dit jaar. We hebben ondertussen, we vieren geen 4 dagen carnaval meer, maar we vieren eigenlijk alweer 5 dagen carnaval. En als je kijkt hoe de Hofresidentie erbij ligt, hoe Fietes erbij ligt, hoe iedereen zich weer in heeft gezet voor de optocht. En al die vrijwilligers, ik vind het dan weer geweldig om te zien dat er zoveel mensen betrokken zijn bij onze vereniging. En daarvoor zou ik graag een ala willen hebben, maar ook voor de vrijwilligers, de happerij, de deurbezetting, de presentatoren, de dj's, die zich tijdens deze carnaval allemaal nog gaan inzetten. Daarvoor een 3-maal ala. Ala, ala, ala. En voordat ik het woord geef aan onze hoogheden, wil ik jullie vragen, wanneer het Veneklute vuur brandt, om nog even het Veneklute lied in te zetten. Ik heb gehoord dat Jeugdvriend Stijn zijn woordje klaar heeft. Eindelijk is het zover. Het moment waar wij zo naar uit hebben gekeken. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. We zijn klaar voor het carnavalfeest 2017. Melvin en ik hebben er super veel zin in. Samen met de jeugdraad gaan wij er een knallend onvergetelijk feest van maken. We eindigen dan ook met onze leus. Met Angela, Melvin en Prins Stijn hebben we dit jaar heel veel gein. Hey! Hey jongens, prachtig gesproken met onze voorzitter Kees. Stijn ook, prachtig jongen. Een woordje van mij. Ik moet zeggen dat ik enorm vereerd ben om prins te zijn. Over deze prachtige groep mensen. Ik wist mijn god niet wat ik moest verwachten van jullie allemaal. En wat je kon krijgen. En met je god die zo'n groot feest kunt maken met elkaar. Zoveel inzet. Bert Linde zei het al eigenlijk in zijn column in de krant. Jullie hebben het allemaal kunnen lezen in de Huis aan Huis. Ja, het is gewoon al dat hij dat al zegt. Hè, die beleving. Dat is gewoon prachtig om te zien. En dat we dan ook werkelijk nu daadwerkelijk het feest voor de deur staat. Hè. Het gaat geopend worden vanavond. Nou ja, en dat we dan met elkaar een gigantisch mooi feest van kunnen maken. Met een groep, die wordt alleen maar groter. We werden vandaag al stiekem gebeld van, heb je nog kaartjes voor mij? Kan ik nog naar binnen? Ja, daar kan ik natuurlijk niks aan doen. Maar het wil maar zeggen hoe het leeft in Dedersvaart. Het groeit steeds meer, veel via social media krijg je steeds meer door. Nou, als je dat dan ziet en leest en hoort, en iedereen heeft het er eigenlijk wel over. Nou, dan is het eigenlijk maar gewoon één groot woord, jongens. 3 maal een donderende la voor jullie! Hola! 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 Laten we nu het vuur gaan branden, jongens! Hey! En nooit is het moment van de leven hebben.